De honorsklas is bedoeld voor studenten die meer in hun mars hebben dan de gemiddelde studenten. In die zin, ze moeten goed zijn in het vak al, voor zover we het kunnen beoordelen. Ze moeten ambitie hebben en potentie. Honorsklas is een anderhalf jaar durend programma, waarbij je elke zes maanden een ander thema krijgt waar je jezelf in gaat verdiepen. Tijdens het thema krijg je ook, gaan de professoren die komen naar de groep toe. Daar ga je mee discussiëren over hun vakgebied. Dat zijn allemaal de experts voor dat stukje waar wij op dat moment mee bezig zijn. En nadat je met ze gesproken hebt, schrijf je zelf een scriptie. Dan moet je dus zelf je informatie zoeken en zelf weer contact opzoeken met mensen. En dan uiteindelijk heb je een scriptie die je gaat presenteren aan de groep. Maar het is bedoeld eigenlijk voor studenten om nog iets erbij te kunnen doen. En dat betekent dat wij ze uitdagingen bieden, perspectieven schetsen die boven het normale curriculum uitgaan. En dan kijken we naar gebieden die relevant zijn voor de maatschappij, de gezondheidszorg, voor de wetenschap. En die behandelen we in thema's. Ik heb zelf een hele leuke tijd gehad bij de honorsklas. Een hele leuke groep gemotiveerde medestudenten ontmoet, waar ik nu nog steeds ook bevriend mee ben. We hebben een aantal leuke scripties geschreven. Ik heb op een gegeven moment tijdens het infectieblok een risicoanalyse gemaakt. Hoe groot het risico is dat er hier een vogelgriepepidemie uitbreekt. En hoe groot de kans is dat we dan allemaal doodgaan. En dat was best wel leuk om te doen. Ook wel een schokkend resultaat, maar het was heel leuk om dat een keertje uit te zoeken. En ja, dat zou je normaal met geneeskunde, je leert al wat een vogelgriep is natuurlijk, maar nooit echt toepassen op jezelf. En dat was wel heel apart om een keertje te doen. Het voordeel van de honorsklas is dat je niet de inhoudelijke vakkennis van een onderwerp leert, maar meer de manier waarop je zelf die kennis kan krijgen. En daar heb je later heel veel van. Want je leert zelf je literatuur zoeken, je leert zelf met de professoren praten en uiteindelijk zelf je scriptie te schrijven. En dat is wel een groot voordeel dat je later ook meeneemt.